De gemeente en de politie hielden vandaag een anti-diefstalactie op station Velperpoort. Van 12 uur 's middags tot 6 uur 's avonds werd er een voorlichting gegeven. Het was dan ook mogelijk gratis de fiets te laten graveren met een registratienummer. Nou, u bent coördinator van vandaag, van de preventieve fietsendiefstaldag. Ja. Wat kunt u daarover vertellen? De provincie Gelderland die organiseert deze middagen op de regionale stations. Stations waar de regionale vervoerders rijden, om de sociale veiligheid op de stations te vergroten. Een van de onderdelen is dat reizigers hun fiets veilig neer moeten kunnen zetten. En daarvoor wordt onder andere preventie gedaan. En deze acties maken deel uit van aanpak fietsdiefstal, preventie. Ja, want is het volgens u ook echt nodig, deze actie? Ja, er worden veel fietsen gestolen. Stations zijn hotspots. Dus het is zowel voor de gemeenten die de stations veilig willen hebben, de vervoerders, maar ook de politie heel interessant om dit aan te pakken. Nou, we staan op Velperpoort en u wilt graag het aantal fietsendiefstallen verminderen. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, er is van alles over te doen natuurlijk. Preventie is het belangrijkste. Je moet de burger betrekken bij de acties, zoals het herkennen van zijn eigen fiets, het goed kennen van zijn eigen voertuig. En daarnaast is heel belangrijk natuurlijk dat je ook let op de juiste manier van afsluiten. Meerdere sloten gebruiken, goedgekeurde sloten gebruiken. En vooral dieven geen gelegenheid bieden om fietsen te stelen. En wat kunnen de mensen hier vandaag komen doen? Vandaag met name is de bedoeling dat mensen hier een fiets kunnen laten controleren om te laten graveren. Dus we kijken eerst of een fiets gestolen is of geregistreerd is. Is dat niet het geval, dan voorzien wij de fietsen van een uniek nummer, een zogenaamd rijstandaardnummer. En dat betekent dat de gegevens van de fiets en van de persoon geregistreerd worden in een database, die uiteraard niet publiek toegankelijk is, maar puur dient voor opsporingsdoeleinden. En ik zie daar een hele mooie gazelle staan voor €75. Het lijkt een beetje te mooi om waar te zijn. Wat kunt u daarover zeggen? Het is inderdaad te mooi om waar te zijn. De eerste gedachte zou moeten zijn van dat kan niet. Gezien de kwaliteit van de fiets moet die prijs 3-4 keer hoger liggen. Dit is inderdaad een fiets die wij gebruiken om de mensen te laten zien van let op de prijs, let op de kwaliteit. Kijk goed naar de fiets, wat klopt er wel aan, wat klopt er niet aan. En bij deze fiets zul je zien dat er een aantal kenmerken aan zitten die voldoen aan de criteria van een gestolen fiets. En de boodschap is vandaag mensen vooral op de wijze dat via allerlei sites, bijvoorbeeld Marktplaats, fietsen worden aangeboden, die heel vaak een dubieuze afkomst hebben. En vandaag kan je hem dus gratis laten graveren. En waarom geen chip? Of wat is het verschil daartussen eigenlijk? Een chip zit op het ogenblik in een slot heel vaak, maar het eerste wat die verwijderen is het slot. Dus dat betekent dat ik aan die chip al niks heb. Vroeger had je dus frames waarin chips verwerkt zaten. Het kan natuurlijk allemaal, maar er moet gewoon een eenheid zijn, uniformiteit. Dat betekent dat of elke fiets een chip krijgt, dat is nu niet het geval. Er zijn ook verschillende toepassingen voor. Je ziet bij de A-merken bijvoorbeeld die echt hele goede sloten hebben, voorzien van een chip. Maar wat ik al zei, het slot gaat er eerst af. En dan is het gewoon van belang dat de frame nummers erop zitten. Dus daar ligt nog een stuk werk wat ontwikkeld moet worden. Hallo, uw fiets wordt op dit moment gegraveerd. Ja. Waarom laat u dat eigenlijk doen? Omdat van de wijk een fiets van een vriendin gejat is. Op de Broerenstraat. En toen dacht ik, nou, ik kwam dit op Facebook tegen. Ik denk, ik ga dat voorkomen. Nou heb ik ook wel goede sloten al. Maar ik dacht toch van, hey, dat alles extra is mooi meegenomen. Ja, denkt u dat het helpt het aangifte doen? Nee, want dat moet tegenwoordig digitaal. Ik denk dat er amper naar gekeken wordt. Ik denk dat als er per ongeluk een fiets tegenkomt, dat ze zullen checken of die gejat is of niet. Want net was hier ook een manier mee bezig. Maar verder, ik denk niet dat ze actief iets met zo'n aangifte doen. Ja, wat vindt u daar dan van dat het eigenlijk niet zoveel lijkt uit te maken of je nou wel of geen aangifte doet? Eigenlijk vind ik dat heel erg, maar ik snap het wel, want het is een beetje gewoon geworden. Hè? Fietsen worden nou eenmaal altijd gejat, klaar.